Paul, welkom. Dankjewel. Vertel eens, Bell & Beast? Ja, Bell & Beast. Leuk. In april, 17, 18 april, Koolheergewaard. Zeker weten. Wat ga je doen? Wat ben je? Wie ben je? Wat doe je? In de eerste acte ben ik vooral ensemble. Met een paar jongens, de maatjes. Mogen Lefou nog een duwtje geven, dat is heel erg leuk. En heel veel dansen en heel veel meezingen natuurlijk. En na de pauze, dan heb ik me inmiddels omgekleed voor mijn rol als Donkere. Monsieur Donkere, de directeur van het gekkenhuis. En dan ga ik een poging doen om Maurice, de vader van Bel, op te pakken en mee te nemen. Om Gaston een handje te helpen om zijn Bel te veroveren. Het is een hele leuke rol. Het is een hele rare rol. Het is niet zo'n grote rol, maar het is heel erg leuk om een beetje de gemeenerik van het stuk te spelen. Okay, hoe zie jij Monsieur Donkere voor je? Ja, daar heb ik al een tijdje over nagedacht. En dat is inderdaad dat is een beetje een moeilijke vraag, maar ik denk een beetje aan een soort van gestoorde gevangenenbewaarder. Een beetje waar je mee omgaat, word je door besmet, zeg maar, zoiets. Dus een beetje een man die ooit als vriendelijke vent begonnen is, maar door de mensen om hem heen langzaam zelf ook een beetje gek is geworden. Dus een beetje naar, een beetje gemeen, een beetje raar. En wat heb jij gedaan om dit nu zo te vertellen? Dan heb je de film gekeken, ben je zelf naar het stuk gegaan, Bell & Beast? Ik heb het stuk gezien, ja, maar dat is natuurlijk heel lang geleden. Dan kijk je er niet zo bewust naar, omdat ik niet wist dat ik ooit Bell & Beast zou gaan spelen toen. De film heb ik natuurlijk ook gezien, maar een tekenfilm, daar een per karakter uithalen is vrij lastig. Dus dat is, ik heb het wel gedaan, maar je kan er niet zomaar iemand uithalen natuurlijk. Dus heel veel filmpjes van andere voorbeelden en andere films, wat ik zeg, een beetje gevangenisbewaardersachtige. Je hebt altijd wel mensen waar je een beetje aan kunt refereren. Okay. En daar probeer ik een beetje inspiratie uit te halen. Okay. Heb je voor jezelf al het idee wat je moet aantrekken qua kleding? Ik heb een hoge hoed en dat vind ik leuk, want ik ben wel een beetje gek op hoeden. En dat zijn van die dingen die je karakter vanzelf een duwtje geven, zeg maar. En ik vermoed dat het verder een zwart kostuum zal worden. Een beetje doodgraver-achtig, lange zwarte jas, weet ik nog niet precies. Maar in ieder geval een zwarte hoge hoek met een beetje een deuk erin en een beetje een lelijke hoed. Dus dat is leuk om mee te spelen. Dus als je een requisiet hebt of een deel van een kostuum wat opvallend is, dan helpt dat om je karakter een beetje te zetten. En dan heb je iets om mee te spelen, zei ik al. En dat werkt met hoeden ook. Okay. Dat is heel erg leuk. Is dit je eerste musical waar je mee doet? Nee, dit is de tweede keer. Vorig jaar voor het eerst Oliver meegespeeld. Toen nog geen rol, alleen ensemble. Maar wel heel veel ensemble en heel erg leuk met heel veel mensen. En dit jaar voor het eerst een kleine rol. Hey, wat verwacht je verder van de musical? Ja, groot succes. Brassica is al jaren grote shows. Daarom ben ik er ook zelf wilde en ik er heel graag bij. Ik heb het een aantal keer vanaf het zijtoneel mee mogen kijken van achter de scherm. En iedere keer dacht ik, wat een spektakel op Brassica, dat is wel te gek. Mm-hmm. En zeker nu ik meedoe, is dat spektakel voor mij alleen maar groter. En voor de mensen in de zaal is het nog steeds schitterend om te zien. Ja, en hoe ben jij in aanraking gekomen met Brassica dan? Wat was de eerste keer dat je zo'n film kwam? Ik werk als technicus in het theater. Oh. Dus bij alle voorstellingen die Brassica hier in Kool hebben gedaan, ben ik aanwezig geweest. Dus achter de schermen meegewerkt en meegekeken. Ja, en al die mensen die achter de schermen bezig zijn, een hele leuke grote groep mensen. Alle deelnemers natuurlijk sowieso, iedereen die meespeelt, professionele technici, plus de groep amateurs die het spelen. Het is een hele goede combinatie. Ja, ik heb dat een aantal keer aan mogen kijken en iedere keer gedacht, wat moet dat leuk zijn om daaraan mee te doen. En op een gegeven moment samen met mijn vriendin besloten, we gaan gewoon meedoen. En we zien wel wat er gebeurt. En we zijn heel leuk ontvangen. We zijn meteen met z'n tweeën volop met het decorontwerp aan de gang gegaan. Dit jaar hebben we ook samen weer het decor mogen ontwerpen. En dat is ook heel erg leuk om te doen. En het is heel fijn dat we die kans hebben gekregen ook om daar mee aan de gang te gaan. Of hoe ga jij je voorbereiden om helemaal in je rol te komen? Nou, dat is lastig. Omdat ik natuurlijk een dubbelrol heb. Eerst in het ensemble en daarna als donkere. Maar gelukkig kan ik me in de pauze omkleden. Dus ik heb geen haastverkledingen. Ik kan het gewoon rustig doen. Vermoedelijk moet ik ook nog even langs de schmink voor een iets bleker gezicht. En ik geloof dat ik nog een sikje opkrijg zelfs. Dus die transformatie die gaat vanzelf. Nou, en als ik dan mijn jas aantrek en mijn hoed opzet, dan kom ik al een beetje meer in die rol.
En wat ik met de repetities voor mezelf een beetje doe, dat is één keer een beetje gemeen lachen. En dan heb ik zoiets van, oh ja, als ik die toon even heb, dat nare, dan ga ik een beetje zo. En dan weet ik dat ik ongeveer in mijn rol zit. Dus dat probeer ik altijd een beetje om heel even gemeen te doen voor mezelf. Al is het maar 2 seconden. En dan is het even... En dan, ja, dan ben ik er wel zo'n beetje. Paul, mag ik jou heel erg bedanken voor dit diepte-interview. Graag gedaan. Het is leuk om te doen. Alles van jou eigenlijk weten nu. Ja. Donkere ensemble, decor. Donkere ensemble, decor, komen kijken. Zo simpel is het eigenlijk. Dankjewel. Graag. Maar dat is het fijne van zo'n leuke hobby. Het is niet vervelend dat je het moet doen. Het is niet dat ik huiswerk aan het maken ben. Ik ben gewoon lekker bezig thuis.